Wie de officiële website van het Russische Sputnik V vaccin bezoekt, krijgt een filmpje te zien. Een filmpje van een Sputnik satelliet die rondjes cirkelt rondom een virusdeeltje. En langzaam verandert deze virusplaneet in planeet Aarde. De boodschap is helder. Net als tijdens de ruimtewedloop ten tijde van de Koude Oorlog wint Rusland ook nu weer de technologische competitie met het Westen. Rusland is opnieuw de eerste. En inderdaad, de V in Sputnik V staat niet alleen voor vaccin, maar ook voor victory. Koude oorlogretoriek wordt routineus voortgezet in de Russische media. Westerse skepsis rondom Sputnik V zou onderdeel zijn van een anti-Russische lastercampagne. En ook moeilijkheden rondom de Europese erkenning van Sputnik V zouden voortkomen uit een gecoördineerd plan om Rusland een hak te zetten. Een andere casus dan. In 2010 kwam de Poolse president Lech Kaczynski om het leven bij een vliegtuigramp nabij de Russische stad Smolensk. Een tragedie van historische proporties, want Kaczynski was onderweg naar een herdenkingsceremonie voor Poolse officieren die in 1940 door de Sovjets werden vermoord in het lang verdoezelde bloedbad van Katyn. De speelfilm Smolensk van de Poolse regisseur Antoni Krause suggereert dat de crash een secuur geplande operatie vanuit Moskou was. Net als in 1940 zou Polen opnieuw in 2010 het slachtoffer zijn geworden van Russisch geweld en Russische leugens. En dat sentiment leeft breder en is ook geregeld aangewakkerd door de Poolse PiS-partij. De voorlaatste scène van Krause's film toont een tijdloos hiernamaals, waarin de slachtoffers van Katyn 1940 en die van Smolensk 2010 elkaar begrijpend in de armen vallen. Wat me nou fascineert aan deze en vele andere gevallen is dat het gaat om complotverhalen over het heden die tappen uit, steunen op historische verhalen en historische ervaringen. Complotcultuur steunt dus op die resonanties met een repertoire aan culturele herinneringen. En het is dat samenspel tussen herinneringscultuur en complotcultuur dat ik het conspiratoire geheugen noem. Culturele verbeelding speelt daarbij een hoofdrol. Het Sputnik-filmpje verbond de space race en de race om een vaccin in een ingebeelde kosmische setting. En Krautse's film bracht de slachtoffers van Smolensk en Katyn bij elkaar in een imaginair hiernamaals. En dat is niet zo gek. Complottheorieën kunnen niet zonder de verbeelding, want ze gaan per definitie over verborgen verbanden en geheime manipulaties. En cultuur biedt in veel gevallen de scripts om te verbeelden, de scripts en de scenario's om te verbeelden wat zich in de coulissen van de realiteit zou afspelen. In mijn IRC-project bestudeer ik die verbeelding. Met een team van onderzoekers richt ik me op Centraal- en Oost-Europese literatuur, film, herdenkingsceremonies en online cultuur. En via kwantitatieve en kwalitatieve methoden onderzoeken we hoe recente complotcultuur vervlochten is met botsende perspectieven op het socialistische tijdperk. In hoeverre ontleent complotcultuur haar retorische en emotionele zeggingskracht nou aan die relatie met het verleden? Hoe reizen complotverhalen tussen verschillende gemeenschappen die elk weer een ander perspectief op de 20e eeuw hebben? En in hoeverre maakt digitale cultuur al die verbindingen mogelijk? Het is tijd voor een terzijde, want we moeten het over ons hebben. Het punt is namelijk dat als het over complotverhalen gaat, het altijd over anderen gaat. Heel simpel, de term complottheorie is een efficiënte manier om iemand te diskwalificeren in een discussie en soms ten onrechte. Ik probeer complotcultuur dan ook te behandelen als een verbeeldingspraktijk die vormgeeft aan sociale en historische relaties, los van de vraag of de verbeelde intriges waar zijn. En inderdaad, die agnostische houding is lang niet altijd vol te houden. Dat blijft een ontzettend lastig punt. Ook mijn focus op Centraal- en Oost-Europa kan de indruk wekken dat het opnieuw over de ander gaat. Alsof deze regio in het bijzonder een losse band met de feiten zou hebben. Maar ook alsof West-Europa en de Verenigde Staten vrij zouden zijn van het conspiratoire geheugen. Onzin natuurlijk, ook bij ons
verloopt de verbeelding van intriges geregeld via mythen en verhalen uit en over het verleden. Neem de alom geprezen televisieserie The Americans, geïnspireerd op de daadwerkelijke ontmaskering in 2010 van 10 Russische geheime agenten die zich voordeden als gewone Amerikaanse burgers en intussen informatie probeerden door te spelen aan een Russische veiligheidsdienst. Zonder succes, overigens. Het interessante aan The Americans is dat het deze gebeurtenissen uit 2010 transponeert naar de vroege jaren 80 en daarbij alle ingrediënten van het spionnendrama van stal haalt. Vermommingen, infiltraties, pruiken, opplaksnorren. Identiteit is een performance en niets is wat het lijkt. En via die ingesleten conventies van het spionnengenre uit de Koude Oorlog wordt de kijker, maar elders ook bijvoorbeeld in de journalistiek, wordt men uitgenodigd om zich deelgenoot te voelen van een wankelwij onder de constante dreiging van wat zich offstage af zou spelen. Als consumenten en producenten van verbeelding denk ik dat we niet blind mee moeten gaan in die versleten en telkens herhaalde en zichzelf bevestigende schablonen uit de Koude Oorlog, want ze sluiten niet meer aan bij de veel complexere realiteiten van de 21ste eeuw. Maar om ermee te kunnen breken, moeten we ook begrijpen hoe hedendaagse voorstellingen van manipulatie en bedrog steunen op het verleden. Überhaupt, het huidige tijdsgevricht vraagt om een diepgravend onderzoek naar complotcultuur. Hoe wordt het politiek ingezet? Heeft digitale cultuur complottheorieën alleen maar zichtbaarder gemaakt of ook populairder en gevaarlijker? En aan onze faculteit wordt naar veel van die prangende kwesties al baanbrekend onderzoek gedaan. Baanbrekend onderzoek is nodig als we tenminste niet tot in de lengte der dagen in dezelfde kringetjes willen blijven rondcirkelen. Dank u wel.